kijken bij deze nieuwe video. Wij kregen berichten dat er Dumbum in België is gearriveerd. Dus zijn we gelijk die kant op gegaan. Mooie nitraten gehaald. Die gaan we gelijk zo meteen even afsteken. Dit komt wel allemaal van de Pyro Shop, want die hebben natuurlijk Dumbum knallers nu. En wij dachten van, we gaan erheen. Was wel super druk. We gaan even precies laten zien wat we hebben gehaald. Allereerst Dumbum 2 gram plus. Ziet er mooi afgewerkt uit deze. Klopt. Ja, 2G. Ja, 2 gram. P1 verkoop. Ik ben heel benieuwd hoe die is. Hoeveel was deze voor een pakje? 5 euro? Ik weet niet, man. Ja, 25 of zo. Ja, zoiets. Ik denk niet dat het heel veel voorstelt, maar daar is de prijs ook naar. Ik denk dat voor budget nitraat. Precies, ik bedoel van Dumbum is natuurlijk... Budget nitraatjes. Ja, beter gezegd. Qua merk is het een hele goede naam natuurlijk. Dumbum Black Edition. Die zijn wat grotere. Ja, die zijn wel wat maar minder. Maar wel apart. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat die kleine harder gaan. We gaan het zien. Pockick. Moet je kijken, het verschil tussen beiden. Ja. Deze waren 3 voor 12 euro. Ja, die zijn ook goedkoper inderdaad. Ja. Verder, Dumbum Nano knallers zijn hele kleintjes. Even laten zien. Kunnen we weer een hekskring doen of zo? Moet je kijken, deze lijken net op die van de Big Bazaar, ja, man. Ja, dat is die van die... nee, hoe heet die nou? Nano knallers. Ja. Hier hebben we F2 knallers. Die zagen er volgens mij nog wel redelijk netjes uit. Ja, volgens mij wel. Gewoon ook qua afwerking. Oh ja. Ja, gewoon van die kleintjes. Lijkt een beetje zo'n megatresk. Ja. Maar heel klein. Ja, het is echt de Poolse lijn hè, die hierheen komt. Ik denk deze iemand zich opgehangen daar, dat is jouw jas. Verder, wat we ook nog hebben. Er ligt hier nog een pakje op de grond. Oh jezus. Oh, dat was hetzelfde man. Micro. En die andere was nog Nano. Een. Maar was die andere? Oh, ja, Micro en Nano. Ja, ik snap hem al. Ja. Het zijn die lelijke. Zullen wel hetzelfde zijn. Maar daar komen we gauw genoeg achter. We gaan het zien. Deze. Dumbum nitraatcake. Ik denk die wel hard gaan. 16 shots. Mooi afgewerkt. En ja, die gaan we ook even doen zometeen in deze mooie locatie. Of op deze mooie locatie. Dus ik zou zeggen, laten we maar even gaan stoken, man. Ja, toch? Ja. Eerst even de Dumbum F2. Stoken hem even. Ik ben benieuwd hoe die is. Schijnt wel hard te zijn, hoor. Ja? Dat klinkt zo, dat is een rotje. Nu die kleine. Nano of micro. Nog harder, maar niet eens. Nou, die is iets zachter. Ja. Iets zachter. Ja, ik hoorde niet heel veel verschil. Zo. Even een heksenkring maken van die kleine knalletjes. Gaat die goed? Gaan we ze ook even afsteken. Volgende. Oké. Okay. Heksenkringetje. Ik zou zeggen, steek jij hem maar even af. Oké. Okay. Yes. Ga ik even... Het zijn maar kleine dingen, dus zover gaan ze niet. Huh? Die was nog best wel lachen ook, man. Ja, ik zeg eerlijk. Ja, dit was echt zo'n klein Nederlands matje. Eigenlijk. Ja. Maar het ging wel snel. Alles is afgegaan redelijk. Ja, die ben ik ook benieuwd naar. Dumbum 2G. Die stoken we gewoon even lekker door. Ja. Oh, pleur een paar op de grond. Doe er eerst even eentje. Lange lont. Ben benieuwd. Zit er vlam bij? Oh ja, wel. Ja. Aardig. Een budgetnitraatje. Maar dat is wel lachen, joh. Het kost geen drol. Echt, hè? Kijk wel. Wat net groene vlam. Man. Apart tegelijk. Kijk hoor. Hoppa. Zo. Vind je ze goed? Ja. Zijn wel lachen. Toch? Zeker. Helemaal ons element. Zo even die andere ook proberen, die dikkere.
mooie rook. Gelukkig is hier niemand. We zijn altijd in een goede omgeving, jongens. Waar niemand is. Hoppa. Dichtbij. Next. Ik zal even die nitraatcake doen ook, want die ben ik ook benieuwd naar. Ja. Ik denk dat die wel hard gaat, hoor. En dat was hem alweer. Gauw door naar de volgende. De grotere. Lijkt je net, hoe heet het, die crazy robotje. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Ze lekken wel kruid, weet je, ja. Kijk. Kijk, grote kerels. Kleine lonten. Oh, scheiding, joh. Die vallen wel tegen. Die zijn nog zachter als die kleine dumbo. Volgens mij zit er ook wat buskruid in, man. Ja, man. Ik geloof het wel. Nou, dan stook ze maar... Stooksessietje. Huh? Moet je kijken, joh. Maar zie je nou dat het wel gaat met die plasma? Het schiet ook gewoon uit elkaar, hè? Ja, dat is de buskruid ook, hè. Nederlands... Hoppa. Het gaat gewoon wel goed met de plasma, man. Fuck. What's up? Die is allemaal echt zo poffen. Deze heeft geen lont. Kijk dan, hoe lange lont deze heeft. Hé, maar... Oh, hij heeft twee zelfs. Wat? Hoppa. Kijk hier. Zo. Poeh. Die rook blijft hangen, man. Ja, man. Het is echt windstil. Nou, we hadden niet zo heel veel, jongens. Maar gewoon even testen hoe het idee. Gewoon even testen hoe het Belgische dumbum is. Hier, wacht. What's up? Nee, zo. Ja, die sticks zijn al goed, man. Kat al. De laatste. En dat was die. En dan de cake. Dan hoop ik dat deze toch wel het allerleukste zal zijn. Ja, die gaan we even neerzetten. Ja. Zeggen ja. Oh ja, wel vier. Even inderdaad. Hier in de beeld. 16 shots, nitraatkeekie. Mooi shots. Kijk, die zijn wel ziek, man. Kijk, ik hoop het. Let maar op. Zal je zien dat dit ook van die dingen zijn die eruit schieten. Ik dacht, jij blijft staan. Oh ja, man, maar zet maar vier. Oké. Okay. Ja, zo. En dan hoop ik dat hij ook blijft staan. Mooi. Yes? Wacht voor. Yo. Uit beeld. Kijk die rook. Die is wel lachen. Hij gaat goed, niet hè? Heel hard, maar het is wel een leuk dingetje. Ja, zeker, man. Oké. Okay. Voor die prijs, €12,50 dacht ik. Ja, nog ineens volgens mij. Ga even opruimen, man. Laat weten wat jij vindt van dumbum vuurwerk. Ik vond die nitraten vond ik wel goed, maar die grotere wat minder. Ja, die eerste waren wel... Binnenkort meer stookvideo's, jongens. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat het weten in de reacties. Vergeet niet te liken en ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.